Hardloper John Petersen uit Sint-Hubert is in Manchester Europees kampioen geworden op de 800 meter sprint. Bij de wedstrijden voor atleten met een beperking was hij in een tijd van 2 minuten, 1 seconde en 700ste de allersnelste. Voor de nog jonge sporter is het bereiken van de Europese titel een schitterende prestatie. Hij werd door enkele honderden enthousiaste fans onthaald in zijn woonplaats. Daar had hij totaal niet op gerekend. Ja, super. En daar had ik dus echt niet op gerekend. En ja, gewoon echt een kick. Want met zoveel honderden mensen die hier eigenlijk komen. En ja, is gewoon super. Met een open auto werd John rondgereden. Daarna kon het feest beginnen. Vader Johan is apentrots op zijn snelle zoon. Ja, gigantisch. Trots. Hartstikke mooi. Fijn om mee te mogen maken. De jongen heeft een ego dat hij zelf laat zien, maar ook gewaardeerd wordt ook door zijn tegenstanders. En ja, heel veel lof is hem toegezwaaid. John,
Dankjewel, hè. Ja. Hey, John. Bij mij staat Tini Rijmakers van sportvereniging en atletiekvereniging De Keijen uit Uden. Hoe voelt het voor een Europees kampioen? Dat voelt bijzonder prettig, want we hebben John bij ons sinds een jaar of drie op de vereniging. En je ziet hem eigenlijk per training, zie je hem groeien. En uiteindelijk het resultaat om dus Nederlands kampioen of Europees kampioen te worden op een 800 meter, dat voelt gewoon super. Hoe lang heeft hij hiervoor getraind? Hij zit nu ruim drie jaar bij ons, bij onze vereniging. En hij traint bij ons drie keer in de week. Ik neem aan dat hij meerdere tijd traint als hij drie dagen bij u in de week. Hij doet nog wat duurwerk, doet hij zelfstandig. Dat hij een opdracht krijgt van de hoofdtrainer Donny Derks. Wat vindt u van het onthaal wat ze geregeld hebben voor John? Dat is wel heel bijzonder. Natuurlijk is John iemand die altijd en overal enthousiast is. Of hij nou hier is, of dat hij een internationale wedstrijd loopt, waar ook ter wereld dan ook. Hij is altijd even enthousiast. En daarom zijn we dus best met een hele hoop mensen hier. Wat zijn de toekomstplannen voor John? Trainen op het niveau waar hij dus nu op zit. Het niveau wat hij kan bereiken, dat is eigenlijk voor ons ook nog een beetje in het ongewisse. Maar dat hij mogelijkheden heeft, dat staat buiten kijf. John Petersen, Europees kampioen in Manchester. Hoe is het gegaan, John? Ja, super. En
Daar had ik dus eigenlijk... John Petersen, Europees kampioen in Manchester. Hoe heeft het gegaan, John? Ja, super. En daar had ik dus echt niet op gerekend. En ja, gewoon echt een kick. Want met zoveel honderden mensen die hier eigenlijk komen. En ja, is gewoon super. Je bent Europees kampioen op de 800 meter. Wie was er na je binnengekomen? Na mij was een... iemand uit het land Oekraïne en derde was iemand uit dus, Groot-Brittannië. Wat zijn je verdere prestaties geweest van de week in Manchester? Vrijdag had ik finale 1500 meter. Die had ik 4 minuten en 9 seconden. Dat is 5 seconden sneller als mijn vorige tijd. Ik had zaterdag had ik series 800 meter. Daar had ik 600 sneller gelopen als mijn vorige tijd. Finale 800 meter was op zondag. Dan had ik dus de Europese titel. En verder had ik met de 4x400 meter heren estafette een nationaal record gelopen. Met welke tijd ben je Europees kampioen geworden? De tijd was 2 minuten, 1 seconde en 700ste. Wat is je doelstelling voor de komende tijd? Wat ga je doen? Ik loop 12 juli is er een wedstrijd in Uden, de Mondo Meeting. En daar wil ik een aanval plaatsen op Nederlands record, 800 meter. Hoeveel dagen train je per week? Ik train 6 dagen per week en ongeveer een uur of 20 in de week. Je ouders zijn erbij geweest in Manchester. Was dat een grote steun? Een grote steun. Ja, dan mag je eigenlijk zeggen achteraf. Want ja, die was alleen mee in Zweden. Ze zijn vanaf Dreu allebei mee geweest. En het is gewoon leuk dat ze erbij zijn. En ze zien ons pap nog andere landen. Dus eigenlijk ook andere mensen kennen. Dus is wel leuk. Johan Petersen, een vader van een Europees kampioen. Hoe was het in Manchester? Ja, gigantisch. Trots. Hartstikke mooi. Fijn om mee te mogen maken. Jullie zijn 7 dagen in Manchester geweest, heb ik begrepen, plus minus. Hoe was de sfeer in Manchester toen John Europees kampioen werd? Ja, uitermate groot. Die jongen heeft een ego dat hij zelf laat zien, maar ook gewaardeerd wordt ook door zijn tegenstanders. En ja, heel veel lof is hem toegezwaaid. Hoe vindt u de onthaal voor hem in Sint-Hubert? Dat hadden we helemaal niet verwacht. Dit is wel heel erg optimaal. Dankjewel.